De winter komt eraan. Het wordt koud buiten. Ik heb het koud. Jij hebt het koud. We moeten de kou overleven. En daarom heb ik 7 tips om de kou te overleven. Het eerste kou moment is altijd al aan het begin van de dag. Je ligt in bed, de wekker gaat, je moet wakker worden, het is vroeg, maar het is vooral koud. En ik heb de perfecte tip om het meteen weer warm te krijgen. Het is zo koud. Ga gewoon weer lekker liggen en pak je deken. Nee, ik kan echt niet, dan val ik weer in slaap en ik moet zo weg. Ah, kom op, je hebt het toch koud? Ja. Nou dan, bedenk gewoon even dat je weer zo lekker onder je dekens gaat liggen en dat je dan weer gewoon helemaal warm bent. Ja, dat is wel lekker warm. Niet in slaap vallen, hè? Nee, 5 minuten. Wat voor, je bent te laat! Oké, ik weet niet hoe, maar soms zijn er momenten dat echt gewoon iedereen oké is of mensen hebben het warm, maar dan ben ik als enige degene die het koud heeft. Dat is gewoon zo simpel. Een raampje open of dicht kan al het verschil maken. Ik zeg tegen die gast van, nou je moet eens even kappen met al die zooi te veranderen, want het zit wik irritaties bij mij op, weet je. Ik heb daar geen zin meer in. Zou het raam dicht mogen? Ik heb het een beetje koud. Sorry, ik doe hem wel even dicht. Thanks. Nee, maar wacht eens even, grap. Nu krijg ik het warm. Gewoon open. Nou, ik heb het best wel koud, dus doe maar dicht alsjeblieft. Doe maar open. Dicht. Open. Nee, dicht. Open. Dicht. Anders, ik pak wel gewoon een vest, joh. Tip 3. Wat dus heel goed schijnt te werken, is als je denkt aan momenten dat je het warm had. Denk aan de momenten toen je het warm had. Zo warm. Was het maar winter. Oh nee, dat was ook niks. Een lekker warm drankje of gewoon iets lekker warms te eten schijnt dus heel goed te werken. Heb je het koud? Ja, nee, ja. Een klein beetje. Oh, zal ik anders even een kopje thee voor je maken? Ja, oké. Okay. Ja, lekker man. Oké, okay, maak wel even. Hey, trouwens, weet je wat ook heel goed schijnt te helpen? Warm eten. Wat zou je willen eten? Ah, trouwens, laat maar joh. Alleen thee is prima. Nee, zeg maar, dan maak ik het gewoon even. Oké, mag ik een hamburger waarvan de broodjes warm zijn geroosterd en doe er maar warme frietjes bij. Oké, en wil je er saus bij? Ja, graag. Maak anders maar gewoon een menu van. Oké, en wat voor drinken wilt u daarbij? Doe maar een colaatje. Cola? Cola is koud. Je had het toch... Een warme cola. Ik bedoel, ik wil graag een warme cola natuurlijk. Oh, ik dacht al, een koude cola. Ik dacht, als het een koude cola is, nou dan... Dan is hij gewoon een gebruik aan het maken van de situatie. Maar nee, nu ik ga een warme hamburger en een warme vries en een warme cola voor je halen. Komt eraan, u mag doorrijden naar raam 2. Thanks. Voordat ik deze video ging opnemen, ging ik eerst even wat research doen om de beste tips tegen de kou te verzamelen. Maar ik kwam één tip tegen waar ik het niet mee eens was. En dat was niet warm douchen. Hoezo niet warm douchen? Warm douchen is mijn moment van de dag. Ik ben een warm douche in mijn leven. Simpel. Bereid je voor op het weer en doe iets warms aan. Dat doe ik altijd. Ik check altijd van tevoren of het warm of koud is buiten. Oh ja, het is winter. Ik moet vast iets warms aan. Want zo gaat dat in de winter. Gast, wat heb je aan? Het is 26 graden. Jou, als jij koud in de winter, blijf gewoon lekker thuis. Maak een selfie en plaats hem op social media. En ontvang allerlei hartverwarmende reacties. Yeah, hashtag. Gebruik hashtag, man. Extra hitte. Ik zou zeggen, volg deze tips of doe misschien beter het tegenovergestelde. Maar dan heb je het gegarandeerd deze winter niet koud. Laat een reactie achter onder mijn laatste foto op Instagram of jij meer van warm of van koud houdt. En maak kans op de zout-out van de week. Abonneer ook even op mijn kanaal als je meer sketches wilt zien. En druk even op het belletje, zodat je altijd een melding krijgt wanneer ik een nieuwe video heb geplaatst. Oké, en ik zou zeggen, dab on it, nee.